Atención. Look out, here we go. Een hele goede middag mensen en welkom bij de review hier van de Nijs Kermis Enschede. We gaan een rondje lopen, ga je nu met ons mee? Dan hebben we hier als eerste kenniszaak de Jungle Adventure van Rampen. Dit is een buggybaan. En dit staat al een aantal jaren hier in Enschede op de Nijs Kermis. En hij ziet er mooi uit. Hij heeft van de winter allemaal led gekregen. Er is led op de kassa gekomen, led onder de kassa en aan de borden. Alles ziet er tip-top en uit. We gaan naar de volgende. Deze draait ook hier voor 3 euro. Dan hebben we hier nog de Tornado van Van der Wiel. Dit kwam ook al, kwamen we tegen in Oldenzaal. Dit staat ook al jaren en jaren hier in Enschede. Dus zoals we in de Oldenzaal hebben gezet, dit is ook een mooie machine is dit. En als je op de kermis bent hier in Enschede, je kunt altijd twee kanten op. Je kunt altijd rechtdoor, maar je kunt ook die kant op, naar links. Dus je kunt er twee kanten op. En dan hebben we hier nog de familieachtbaan van Buwalda. Dit is een klein achtbaantje voor de kinderen. En deze ziet er mooi uit. En jammer dat de bloemen er niet op staan. We gaan even kijken. Buwalda heeft namelijk twee banen. Dus de eentje stond in Hengelo en deze. Dan hebben we hier Crazy Spider van Brunswick Legends. Dit is een spiderpolyp en deze ziet er ook zo mooi uit. Ik ken hem niet als deze in feite. Hij heeft van de winter wel nieuwe lampen spots gekregen. Maar deze had ik hier al jaren vast hier in Enschede. Dan hebben we hier nog Kids Club van Rampen. Dit is een soort babyspot XXL, laten we het zo maar zeggen. Deze ziet er best mooi uit. Deze staat ook al een paar jaar in Enschede. Die rijdt hier voor 2,50. Dan hebben we hier nog Dumbo van Stroeken. Hij is gebouwd op Comic Plus. En deze zit er ook een aantal jaren hier in Enschede voor vast. Orleman heeft hier nog wel eens een keertje gestaan. Alleen Stroeken heeft het een aantal jaren geleden overgenomen. Deze ziet er ook weer mooi uit. Mooi in de ledverlichting. Mooi goed onderhouden tussen het chroma tussen de ledverlichting zit. Dus ook altijd mooi schoon. Erg mooie molen is dit. Dan hebben we hier Happy Farm van Van der Wiel. Deze is een funhouse met XXL uitbreiding. Deze ziet er ook mooi uit hoor, met de uitbreiding. Vorig jaar, in het begin van het seizoen, is dit nieuw gekomen. Erg mooi funhouse is dit. Dan hebben we hier Impact van Harmes Legends. Dit is een Technical Park Street Fighter. En deze ziet er mooi uit hoor. Jammer dat hij stilstaat. Deze draait hier voor 4 euro. En zoals jullie zien in de review is het dan best vrij rustig. Nog redelijk druk. Vergeven met Enschede. Ik ben hier nou op de dinsdag. Normaal ben ik hier op zaterdag de eerste dag. Met de review. Maar dan valt me nog vies tegen hoor. Op de zaterdag. Dinsdag lijkt me iets drukker volgens mij. Dan hebben we hier nog Eurofly nummer 2. Dat kun je zien aan de kassa en aan de vluchting op de trap en op de paal. Deze is de nummer 2 Starfly voor Van Rai. En ja, deze molen is 40 meter hoog, is tenminste de hele paal. Maar je hangt op 30 meter hoogte. Deze ziet er mooi uit hoor. Is van dit jaar ook nieuw gekomen. Dan hebben we hier nog de nostalgische bodiesmolen van Eringa. Dit ziet er ook wat mooi uit. Mooi goed onderhouden met al dat hout en
erg mooi verlichting, goed onderhouden deze machine. Deze staat ook al jaren in Enschede. Ziet er wel heel mooi uit. Dan hebben we hier de Magic Mouse van Buwalda. Deze baan is gebouwd door Reversom en dit is de kleinste muizenbaan van Nederland die Buwalda in bezit heeft. Erg mooie baan, staat ook al een aantal jaren in Enschede. Vorig jaar heeft hij hem helaas overgeslagen, stond hij op een andere kermis. Maar deze ziet er heel mooi uit hoor. Wordt nou mijn naam geroepen daar? Oh, wat een ongeluk daar bovenin. Oh. Ja, maar dat bedoel! Kijk hoor. Papa! Dan hebben we hier de Astrida van Van der Wiel. Ja, ja, je zult het niet geloven. Maar hij staat hier in Enschede. Ziet er erg mooi uit, Breedtens. Kan hem zien opbouwen. Het gaat een beetje ruw, maar wel vlot hoor. Dit ziet er heel mooi uit. Dit is gebouwd door RRM. En ja, we gaan al tegen in Hengelo, over Losser en nog veel meer grenzen. Dus het ziet er mooi uit. Het staat ook een aantal jaren hier vast in Enschede op een najaarskermis. Dit komt hier een onderuit op mijn kanaal en ik zal hem in de review doen. We kijken even naar een paar beelden. Dan hebben we hier nog de Beach Jumper van Bootsma. Dus een trampoline bungee. Deze ziet er mooi uit. Mooie LED-palen. Mooie RGB-ledjes. Deze samen is heel mooi hoor. Deze is, ja, erg mooi ziet hij eruit. Ja, en je zult het niet verwachten hier in Enschede. Maar dit is de laatste kermis voor deze attractie, namelijk de Booster Max van Orman. Deze booster is 55 meter hoog en hij is gebouwd door Fabri. Erg mooie booster is dit, kom ook al tegen in Hengelo. Dit is de allerlaatste kermis, daarna vertrekt hij naar Engeland, wat ik gehoord heb, of Amerika. In ieder geval, hij gaat buiten Europa reizen. Jammer, weer een topzaak weg, maar ik heb gezien, Orman komt met een nieuwe groot vermaakzaak. De Air One of zoiets, of Burn One, hoe je dat maar noemt. Die van de boostertje van KMG, een nieuwe ding. Maar erg mooi, jammer dat hij in Nederland gaat vragen, maar super tof dat hij hier staat hier in de Enschede. Erg mooi, dit staat hier voor 5 euro. Dan hebben we hier nog minicars. Mooi voor de kinderen hier, kun je lekker rondjes rijden. Nou, je kunt het zien hier in de straat, het is erg rustig hoor. Het is bijna uitgestorven hier. Dan hebben we hier nog de Speedway rupsbaan van Boy Boers. Het is een rupsbaantje en sinds dit jaar beugels gekregen. En een nieuwe aanpassing hier aan het dak, zoals kleine moving heads, 2 stuks. Erg mooi, deze tand doet er erg zijn best om deze zaak mooie uitspraak te krijgen. Hebben we hier nog een mini zweefmolen van Jagers. Dan hebben we hier nog Rainforest Labyrinth van Brunsela. Deze kwamen ook al tegen in Oldenzaal. Dat is een glazen doolhof. Dan hebben we hier nog Sound Factory autoscooter van de Groot. Dit is de grootste autoscooter van Nederland. Dit staat hier ook elk jaar in Enschede, zoals de voorjaarskermis en de najaarskermis. En mooie basauto's is dit. En dan zijn we hier bij de laatste zaak aangekomen, de Madmill nummer 2 van de Vries. Dit is een wipeout en wat moet je doen? Je moet over de buis heen springen en dan op elke eilandje staan en dan gaat er een buis langs je heen. En dan moet je overheen springen wie als laatste overblijft heeft gewonnen. Dit draait hier voor 3 euro. Zo, en dit was de review voor de Nice Camps Enschede. Tevens de laatste review van het jaar.
Bedankt voor het kijken allemaal en wij gaan tot nu toe stoppen met het kermisseizoen. Voor ons is het voorbij en wij zien jullie straks rond de maand december weer terug met het vuurwerk. En dan vanaf maart of april zijn we weer terug met de kermis. Dus vergeet niet te abonneren op het kanaal en wij zien jullie weer. Tot volgend jaar.